Martijn Havinga, speler van Kampong. Jullie winnen vandaag met 3-2 van Rotterdam. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was zwaar bevochten, maar heerlijk dat we hem pakken, ja. Ja, precies. Kan je zeggen dat je nu met één been een playoff ticket vast hebt? Geen idee, want ik weet niet wat de anderen hebben gedaan allemaal, maar het is absoluut een goede stap. En sowieso dat we weer zo'n topper weten te winnen. Dat is sowieso fijn voor richting de playoffs en ook voor de komende wedstrijden die komen gaan. Ja, je zegt weten te winnen inderdaad, maar het ging niet heel makkelijk vandaag, hè? Nee, wat ik zeg, het was best wel zwaar. En uiteindelijk zag je ook, doordat het zwaar was, dat het uiteindelijk de ruimtes in de laatste kwart kwamen. En de meeste goals ook vielen. En in de eerste helft was het volgens mij van beide kanten best wel slordig. Of sowieso geen hele goede wedstrijd. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom dat je met 3 punten naar huis gaat. En dat hebben we gedaan. Ja, jullie hebben weer een extra paar blessures bij vandaag, geloof ik. Maar weinig wissels vandaag. Ja, we hebben sowieso al weinig wissels. Dat is iets van de tweede seizoenshelft eigenlijk. Gelukkig hebben we met Filip en Floris de Ridder, die vandaag weer terug is van een hele lange hoofdblessure. Dat is ook mooi voor hem om weer minuten te maken. En we kunnen hem goed gebruiken, want volgens mij viel in de eerste helft al Teun Kroppel eruit. Ik weet niet precies wat daarmee aan de hand is. En ik geloof Kemperman ook iets dergelijks. Maar we moeten het weer oplappen, want volgende week is de EL of de week daarna. Ja, je noemt hem al, Filip Meulenbroek. Hij maakt hem weer vandaag, hè? Ja, heel fijn. Dat hij ze erin blijft schieten is echt... dat is als team super relaxed. En het is niet dat je daar per se maar vanuit moet gaan, maar dat hij het elke keer doet, dat is echt geweldig, ja. Wat jou betreft mag je nog wel even blijven. Ja, uiteraard als je ze zo in blijft schieten, zeker weten, ja. Super, dankjewel voor je tijd. Genau.